Hey, en leuk dat jullie weer kijken naar Pretpark Fans België. Na even wachten zijn we er weer met het tweede deel. Als je het eerste deel nog niet gezien hebt van nieuwe attracties, dan raad ik je aan eerst deze te bekijken. Deze video zal hier ergens in beeld verschijnen. Vandaag beginnen we in Polen, meer bepaald in Energylandia. Zij zullen weer al een nieuw themagebied openen, genaamd Sweet Valley. Zoals de naam al doet vermoeden, wordt dit een zoet gebied bestaande uit vele lekkernijen. De hoofdattractie wordt een Vekoma mijntrein achtbaan, Choco Chip Creek. Deze achtbaan zal een topsnelheid behalen van 55 km per uur, een hoogte van 16,5 meter en een lengte van 1200 meter. Er zullen drie treinen zijn die samen zullen zorgen voor een capaciteit van 1300 personen per uur. De achtbaan kostte zo'n 10 miljoen euro. De achtbaan is intussen volledig opgebouwd en de eerste onride-beelden zijn inmiddels vrijgegeven. In het gebied zal nog een tweede achtbaan geopend worden, ook eentje uit de fabriek van Vekoma. Dit zal een junior coaster worden, van 11,7 meter hoog en 254 meter lang. De topsnelheid zal 46 km per uur zijn en er zullen 2,9 G-krachten worden opgewekt. De baan draagt de naam Honey Harbour. Voor de decors van het gebied gaat het park in zee met het ontwerp- en decoratiebedrijf Yora Vision. Er zal ook een groot restaurant gebouwd worden en een theater met de naam Sweet Valley Town Hall. Het gebied zal opgevuld worden met vele flatrides uit de fabriek van onder andere Zamperla, Candy Carousel, Crazy Bone, Choco Valley, Mini Tour, Lollipop Farm, Tree Grove en Tea and Treats worden de namen van deze attracties. We blijven nog even in Polen voor een nieuw themapark. Mayaland Warschau wordt gebouwd door de Plopsa Groep en Momentum Capital. Zij openden in 2018 al Mayaland Koneti in Polen. Dit park zal zoals Mayaland Koneti bijna volledig indoor zijn. De thematisatie zal voornamelijk draaien rond de Studio 100 figuurtjes Maya de Bij, Wiki de Viking en Heidi. Ook komt er een themagebied met Super Wings. Op de concept arts kunnen we al enkele attracties waarnemen. Zo komt er een Gerslauer Skyfly, een verkeerspark, brandweermolen, Red Baron en een draaimolen. Er zal ook een Water Playhouse openen zoals in België Bobo's Aquasplash. Met dit nieuw park is zo'n 30 miljoen euro gemoeid. De opening moet in de lente van 2022 plaatsvinden. Door naar Zweden. In het plaatsje Göteborg ligt attractiepark Liseberg. In 2023 bestaat het park 100 jaar en dat willen ze uitgebreid vieren. Dat doen ze met de komst van een nieuw themagebied, Luna Park. Het gebied neemt ons mee langs wereldtentoonstellingen en technische wonderen, wat een kleine verwijzing is naar de opening van het park. Het park opende in 1923 als onderdeel van een wereldtentoonstelling. Voor komend seizoen moeten in dit gebied twee familieattracties komen te staan, Turbo en Tempus. Tempus wordt een Nebulasmolen van Zamperla. Er staat zo al eentje in het Franse Walibi Rhône-Alpes. Turbo wordt een sidecar molen van Technical Park. In 2023 moet de eyecatcher van dit gebied openen. Een boomerang coaster genaamd Luna. Het wordt een familieversie zonder inversies. De baan zal 33,5 meter hoog zijn en zo'n 242 meter lang. Er zal een topsnelheid van 68 km per uur bereikt worden. Tot slot keren we nog even terug naar ons klein Belgenlandje. Eerder spraken we al over de komst van Circus Bumba. Deze zal dus openen in 2023 in plaats van 2022. Al liet het park ook dit jaar een vernieuwing aan. De kaatjezone in het park met de Zierer-achtbaan Victor's Race en Bootvaart Kaatje zoekt eentje wordt momenteel verbouwd. De twee attracties blijven bestaan, maar zullen opnieuw gethematiseerd worden. De Victor's Race zal een thema meekrijgen van de populaire kinderserie Like Me. Het station en de wachtrij worden aangekleed naar de fictieve middelbare school uit de serie.
Bootvaart krijgt dan weer een thema mee van TikTok, een kleuterserie. De verhaallijn van Kaatje zal dus verdwijnen en plaatsmaken voor een tekstloos verhaal met decorelementen. Het nabijgelegen treinstation blijft wel het thema Kaatje behouden, al wordt de naam gewijzigd naar Station Koeienvlaai. Een citaat uit de Kaatje-serie. Voilà, we zijn ook weer rond met deze video. Uiteraard zijn er altijd nog meer uitbreidingen, maar dat wordt te veel om op te noemen. Ik kijk alvast uit naar deze nieuwigheden. Hopelijk jullie ook. Verder is mij nog te zeggen, bedankt om te kijken naar deze video. Like en abonneer voor meer video's. Neem zeker ook eens een kijkje op onze Facebook- en Instagram-pagina en op onze website. Tot ziens.